Goedemorgen en welkom bij opnieuw een speciale corona live sessie samen met Hugo de Jonge. Opnieuw vanuit de blauwe zaal en die is inmiddels geel, maar goed, het heet nog steeds de blauwe zaal, want het was ooit blauw hier bij Algemene Zaken. Ik kijk hier uit op de portretten van alle voorgangers en ik zie al het plekje waar ik ooit zelf kom te hangen, maar dat is voor jullie nu nog onzichtbaar. Het coronavirus is nog steeds onder ons en dat betekent dat we met z'n allen ontzettend scherp moeten blijven om die daling weer verder in te zetten. Gelukkig is er een daling en daarbij is het ook van belang dat we kijken wat we extra kunnen doen. Dus we hebben helaas ook weer voor vorige week en voor vanaf woensdag vorige week en voor deze week en begin volgende week voor die tweeweekse periode extra maatregelen moeten nemen. Nou, er zijn heel veel vragen over corona, die maatregelen, andere dingen. En we gaan proberen zoveel mogelijk te beantwoorden. Maar eerst Hugo, welkom dat jij er ook weer bij bent. Wil je ook nog iets ter introductie zeggen? Ja, nou ja, we hebben jullie maandag opgeroepen om vragen te stellen. En dat hebben jullie massaal gedaan. Er zijn ongelooflijk veel vragen gesteld. We gaan straks snel beginnen. Gaan we zoveel mogelijk beantwoorden. Maar of dat helemaal lukt om ze allemaal te beantwoorden, dat kunnen we denk ik niet beloven. Nee. Want we hebben maar 3 kwartier. En er zitten ook heel veel kritische vragen tussen. En dat is ook goed. En ook tijdens deze live sessie zullen ook heel veel kritische vragen worden gesteld. En dat is ook goed. Maar even geleerd hebben we het ook van de vorige keer. Laten we het onderling wel een beetje netjes en respectvol houden. Niet alleen naar ons, maar zeker ook naar elkaar. Want dat ging vorige keer niet helemaal goed. Dat kunnen wij vast beter. Ja, laten we maar snel beginnen. Hadden wij ruzie vorige keer? Nee, wij niet. Je bedoelt de reacties? Nee, de reacties. Ja, exact. Hey mensen, een van de meest gestelde vragen. Een van de meest gestelde vragen is, hebben jullie al enig idee hoe het beleid rond de kerst eruit gaat zien? Daar zijn we druk mee bezig, zowel kerst als oudjaar, die hele periode van de feestdagen. We gaan daar de komende dagen verder over praten. En we hopen eigenlijk aanstaande dinsdag er meer over te kunnen zeggen. Je ziet nu dat die cijfers de goede kant op gaan. Maar ja, we zitten nog steeds hoog. Hè. We zitten boven de 4000. En eigenlijk mag je daar maar maximaal zo'n 1200 besmettingen per dag hebben. Om alles beheersbaar te houden. We zitten nog boven de 4000. Maar we gaan wel de goede kant op. Dus we hopen van harte dat er weer iets kan vanaf, laten we zeggen, ergens in december. En dus ook weer meer kan dan we eerder dachten tijdens kerst en oud jaar. Maar nogmaals, we weten het echt nog niet precies. Dan is er een tweede vraag. En dat gaat over dat versnellingspakket van 2 weken. De vraag is dan, waarom mogen jonge kinderen niet naar zwemles en mag je wel naar de sauna of naar de sportschool? Het lastige bij dit soort dingen doen is in de eerste plaats dat de routekaart niet voorzag in zo'n versneller voor 2 weken. En die moesten we wel doen omdat we zagen dat het anders in de ziekenhuizen te lang, te krap bleef. Hè? Dat te veel mensen met een hart- of een kankeroperatie niet terecht konden omdat er te veel mensen waren met corona. Door deze maatregel te nemen heb je zo'n 200 IC-opnames minder, zo'n 1200 ziekenhuisbeddenopnames minder. En dan ga je kijken, hoe kun je nou die contactmomenten verminderen? En waar we voor gekozen hebben is eigenlijk om te zeggen, openbare gebouwen, probeer die nou zoveel mogelijk te sluiten. En dan krijg je weer de discussie, wat zijn dan openbare gebouwen? Nou, een sauna natuurlijk niet. Zwembaden zijn in formele zin een soort van openbare gebouwen, vaak wel privaat. Maar ja, ze zijn natuurlijk wel openbaar voor iedereen toegankelijk. Dus dat blijven altijd hele lastige afwegingen. Wat doe je wel, wat doe je niet? Dat is altijd balen en ik snap ook dat mensen dat vreselijk vervelend vinden. Maar wat je wilt bereiken in de optelsom van al die maatregelen, nu ook voor 2 weken extra, is dat je minder mensen minder in contact komen met elkaar, minder risico tegen elkaar op te botsen, minder risico dat je het virus verspreidt. En vandaar de keuzes die we gemaakt hebben. En dat zal nooit helemaal precies uit te leggen zijn of perfect zijn. Maar grofweg, openbare gebouwen niet. En verder zoveel mogelijk eisen stellen. Bijvoorbeeld ook aan de sauna's. Beperkte aantallen, geen horecavoorzieningen, et cetera. Ja, laat ik beginnen met een paar vragen over testen. Linda via Instagram die vraagt, hoe kunnen alle testafspraken en uitslagen verder versneld worden? Want we lopen achter de feiten aan. Nou, gelukkig is dat eigenlijk niet meer zo, want we gaan er eigenlijk steeds sneller met het testen. Tot een paar weken geleden was het echt moeilijk hoor, om binnen die 48 uur, dus die 2 keer 24 uur, 1 keer 24 uur totdat je daadwerkelijk een afspraak hebt en vervolgens 24 uur tot de uitslag, om dat te halen. Maar inmiddels zitten we eigenlijk in vrijwel het hele land gewoon prima binnen de normtijden. En ja, wat we doen is natuurlijk nog heel veel verder ook die testcapaciteit vergroten, zodat we nog heel veel sneller kunnen testen. Want dat helpt namelijk gewoon. Hoe eerder we testen, hoe eerder we ook met de uitslag aan de slag kunnen. Dus bron- en contactonderzoek en zo. Nou, dan zegt Henk via LinkedIn, meer teststraat en testen en zo, ook voor mensen zonder klachten, hoorde ik u zeggen. Waarom is dat niet net zoiets als mijn been vast in het gips zetten, want stel dat ik morgen val en een breek. Nou, dat is een hartstikke geinige metafoor natuurlijk, Henk, maar het werkt toch een beetje anders.
Want je kunt namelijk ook al, als je nog geen klachten hebt, ook al wel besmettelijk zijn. Testen voor de mensen met klachten is altijd het allerbeste natuurlijk. Maar we hopen ook, als we straks weer heel veel extra capaciteit hebben, ook de mensen zonder klachten te kunnen gaan testen. En dan beginnen we met de mensen die gebruik maken van de app. En de mensen die naar voren komen uit het bronnencontactonderzoek. Omdat we weten dat onder die groep het aantal mensen die zelf ook besmet is, eigenlijk best wel groot is. Nou, en volgende week dinsdag hoop ik bekend te maken vanaf wanneer we daarmee kunnen beginnen. En dan nog één andere testvraag daaraan toegevoegd. Dat is Pauline via Twitter, die zegt mega teststraten, dat klinkt mooi. Maar hierdoor moeten veel mensen ver reizen om zich te laten testen. Zou het niet beter zijn om veel kleinere testlocaties dicht bij huis te hebben? En ook veel meer mensen thuis te laten testen. Nou, dat doen we eigenlijk allemaal tegelijkertijd. Dus we doen en die grote XL-teststraten, heel belangrijk. We hebben daarnaast hebben we gewoon in het hele land sowieso de teststraten van de GGD. Dat zijn er ook al zo'n 100. En wat we daarnaast hebben is ook thuisafname voor kwetsbare mensen. Ook dat gebeurt. En bijvoorbeeld van de week is een initiatief gestart door de GGD om met testbussen ook snel op locatie te kunnen zijn. Om ook heel veel fijnmaziger ook het testen af te kunnen nemen. Dus we moeten echt alles tegelijkertijd doen. Zoveel mogelijk testcapaciteit opbouwen. Grootschalig, maar juist ook heel kleinschalig. Allebei. Ja, daar wordt veel voortgang geboekt, gelukkig. Nee, dan had ik net een vraag beantwoord over de zwembaden en de sauna's. Dat waren vragen van Jessica, Sarah en Kathleen. In het verlengde daarvan ook een vraag van Marja via Facebook. Die zegt, waarom moeten theaters en musea dicht, terwijl dat geen besmettingshaarden zijn? En zijn zo belangrijk voor de geestelijke gezondheid? En waarom blijven scholen en verpleeghuizen open, terwijl dat wel besmettingshaarden zijn? Kijk, het hele lastige is dat bijvoorbeeld ook voor de horeca geldt, die is al eerder gesloten in het pakket van 13 oktober, dat je niet alleen kijkt, vinden daar nou veel besmettingen plaats of niet? Maar ook hoeveel mensen komen er bij elkaar? Hoe beperk je het aantal contactmomenten, het aantal reismomenten, et cetera? Bijvoorbeeld in de horeca is er vreselijk hard aan gewerkt om zo netjes mogelijk te werken. Ik zie vanmiddag ook Koninklijke Horeca Nederland krijg ik hier op bezoek. Daar gaan we er verder over praten. Het lastige wel met de horeca is natuurlijk dat mensen vervolgens naar huis gaan en daar dan weer wel besmettingen doorzetten. En natuurlijk veel mensen in de horeca elkaar tegenkomen. Dus wat je probeert te doen nu met die extra maatregelen voor 2 weken, is opnieuw het aantal contactmomenten te beperken. Dan proberen we lessen te trekken uit wat hebben we gedaan in maart, april. Toen hebben we zoveel mogelijk de winkels opengehouden. En toen hebben we ervoor gezegd, je moet in ieder geval kijken, al die wat dan in het vreselijke jargon heet doorstroomlocaties. Nou, dat zijn dus bijvoorbeeld musea, maar ook plekken waar mensen gaan zitten, zoals theaters en bioscopen, zijn toen gesloten. Dus daarom voor deze 2 weken gezegd, welke lessen kunnen we trekken uit maart, april, om ervoor te zorgen dat je die extra klap geeft op het virus, zodat die druk op de ziekenhuizen verder afneemt en je ook wat sneller de effecten ziet van dat hamerpakket van 13 oktober. In het verlengde daarvan zeggen Aisha, Stefan en anderen, waarom dan wel de Primark en de IKEA open? Kijk, die Primark en IKEA moeten sowieso voldoen aan de hoogste standaarden van het voorkomen dat mensen daar onveilig kunnen shoppen. Er wordt extra gepraat nu ook met de detailhandel om daarvoor te zorgen, want we zijn nog niet tevreden hoe dat gaat. Die detailhandel ziet dat ook, is ook druk bezig om extra maatregelen te nemen. En ze weten, als er grote of kleine winkels zijn waar dingen niet goed gaan, dan kunnen ze worden gesloten. Dat geldt trouwens ook voor kantoren. Waar mensen toch naartoe gaan om te werken, dat is niet helemaal uit te sluiten. Maar ook daar, als er besmettingshaarden worden, dan kan zo'n kantoor ook voor een paar weken worden gesloten. Ook hier weer de keuze aan te sluiten op wat werkte er in maart, april. Wat was toen dicht, wat was toen open? Dat gebruiken we voor die 2 weken. En gelukkig loopt het nu zo dat de besmettingen behoorlijk naar beneden gaan. En we hopen natuurlijk van harte, sowieso stopt dat 2 weken pakket volgende week woensdag. Maar we hopen natuurlijk ook dat hamerpakket dan echt in december resultaten zodanig boekt dat er weer iets kan. Maar dat is even de verklaring. Het zal nooit precies met een mesje te snijden zijn of met een schaartje te knippen zijn. Het blijft altijd even precies zoeken welke lessen kun je trekken uit eerdere ervaringen. Uiteindelijk beperken van het aantal reisbewegingen, beperken van het aantal contactmomenten en het daarmee voor zorgen dat virus zich minder kan verspreiden en het gaat uitdoven. Ik denk, camera op jou, Hugo. Voor de volgende Dan ga vraag. Ik naar Diana via Instagram. Die heeft de vraag, hoe zijn de verwachtingen voor een vaccin? Nou ja, je leest natuurlijk af en toe hele positieve berichten. Die brengen de vaccinontwikkelaars dan naar buiten op basis van de testuitslagen van die vaccins. En dat zijn natuurlijk gewoon hele
hoopgevende berichten. Want wat zou het geweldig zijn als we snel een vaccin hebben en als het goed werkt. Maar eerlijk is eerlijk, we zitten echt nog met alle vaccins in de testfase. En dat betekent dat we nog van geen enkel vaccin zeker weten of het werkt. En ook nog van geen enkel vaccin zeker weten vanaf wanneer het daadwerkelijk beschikbaar zal zijn. En die slagen om de arm moeten we wel houden. Maar als we door onze oogharen kijken, dan denken we dat we in de eerste maanden van het volgend jaar de eerste vaccins geleverd zouden kunnen krijgen. En ik denk dat het goed is om daar gelijk bij te zeggen, dat zal nooit voor heel Nederland als geheel zijn. Dat zal altijd in verschillende leveringen komen, die altijd maar voor een deel van de samenleving voldoende zullen zijn. En daarom moeten we heel goed nadenken, hoe gaan we met elkaar vaccineren? Maar we gaan daar sowieso echt maanden over doen. En daarom is het goed ook om ook gelijk die vraag van Ruben te beantwoorden via LinkedIn. Welke strategie is nou in voorbereiding voor het vaccineren? Bereidt het ministerie dat voor? En ja, dat doen we natuurlijk, maar dat doen we wel op basis van het advies van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad, hoop ik, eind volgende week komt met een advies over hoe zouden we dat vaccineren moeten doen in Nederland. Welke groepen hebben voorrang? Bijvoorbeeld, moet je dan eerst de oudere mensen doen? Of moet je eerst de mensen die werken in de zorg bijvoorbeeld vaccineren? Nou, dat soort vragen zullen ze voor ons gaan beantwoorden. Ook op basis van de vaccins zoals die er op dit moment lijken aan te komen. Nou, en op basis daarvan kunnen wij dan een strategie maken met zo gaan we het doen. En daar zullen we telkens bij vertellen. Zo gaan we het doen, zo zijn we het van plan te gaan doen met de kennis van nu. Maar ja, je weet natuurlijk nooit helemaal zeker welk vaccin het daadwerkelijk gaat halen. Wat we hebben gedaan is op meerdere paarden tegelijkertijd gewed. Namelijk alle paarden waarvan we denken die zouden wel eens kunnen gaan winnen. Die zouden de race wel eens kunnen gaan winnen, als eerste klaar kunnen zijn. En we hebben met al die vaccins die echt heel erg kansrijk zijn en snel op de markt komen, hebben we dus een contract gesloten. We zijn nog bezig met een aantal contracten te sluiten. Maar zo hebben we een portfolio opgebouwd van ongeveer 6 en misschien straks wel 7 vaccins die kansrijk genoeg zijn. En ja, die zullen we de komende tijd heel erg goed in de gaten gaan houden wanneer die komen, wanneer die op de markt komen. En zodra ze er zijn, gaan we er ook gebruik van maken. Misschien nog één vraag dan over de vaccins. En dat is de vraag. Wordt het nou verplicht? En dat is een belangrijke vraag. Het antwoord op die vraag is gewoon nee. Een vaccin wordt niet verplicht. Daar gaan we niet voor kiezen, omdat we denken dat dat niet de manier is om het te doen. We gaan natuurlijk wel ook gewoon helder maken dat het belangrijk is dat mensen zich laten vaccineren. Maar een vaccin mag niet verplicht worden. En er komen ook geen voordelen. Ik las dat gisteren ergens, maar dat is niet zo. Er komen ook geen voordelen voor mensen die al wel een vaccin hebben gebruikt. Zo moet je er niet naar kijken. Ik kreeg de vraag van een journalist, en dat is natuurlijk een terechte vraag. Als we in verschillende tranches de vaccinatie gaan doen, omdat we gewoon in verschillende tranches de leveringen krijgen de komende tijd, kan het dan ook zo zijn dat een deel van de samenleving alvast gevaccineerd is en een ander deel nog niet? En hoe werkt dat dan met welke maatregelen er dan gelden? Ja, dat zullen we echt volgend jaar moeten bekijken hoe dat dan in dat geval werkt. Ja, je zou je natuurlijk best kunnen voorstellen als mensen in een verpleeghuis die daar wonen al gevaccineerd zijn en ook de mensen die daar werken al gevaccineerd zijn, hoeven dan nog daar de anderhalve meter? Ja, dat hoeft dan natuurlijk niet meer. Maar goed, laten we dat allemaal bekijken als we er veel meer over weten. Dus dat moeten we echt allemaal stap voor stap met elkaar bekijken. Ja. Ja. Ja, en laten we hopen dat we snel die vraag moeten gaan beantwoorden. Ja, omdat het met vaccin goed Absoluut. Gaat. Maar nee, heel spannend. Stan via Instagram, die zegt, beste Mark en Hugo, wat is de grootste les die het kabinet trekt uit deze pandemie? We zitten er middenin, dus voorzichtig zijn met nu lessen trekken. Maar ik denk dat je er een paar wel kunt zien. Eén is over de gezondheidszorg, hoe die georganiseerd is. Die is fantastisch. Die behoort tot de allerbeste van de wereld. Maar die gezondheidszorg had daarnaast zich er, behalve het normale dagelijkse werk, op ingesteld dat stel dat er een verschrikkelijke aanslag is, we hopen dat het nooit gebeurt. Stel dat er een hele grote natuurramp is, we hopen dat het nooit gebeurt. Dat snel die ziekenhuizen korte tijd hoge aantallen extra kunnen opvangen. Wat je eigenlijk nu ziet is dat die zorg onvoldoende is ingericht om langere tijd. En nu ook weer, met die oplopende aantallen, zie je dat wekenlang, zelfs maandenlang, er heel veel mensen met COVID-19, met corona, in de ziekenhuizen liggen, beroep doen op de gezondheidszorg. En daar is het eigenlijk niet op ingericht. Dat is een punt wat ook in het debat vorige week werd besproken, vanuit de PVV, Wilders, maar ook de coalitiepartijen. Anderen in de Kamer hebben er aandacht voor gevraagd. Dus we zijn nu bezig om na te denken, hoe kun je ervoor zorgen dat je, bijvoorbeeld door mensen in reserve te hebben, door capaciteit, zowel ziekenhuiscapaciteit als ook menscapaciteit in reserve te hebben, dat je ook voor langere tijd bij zo'n pandemie kunt opvangen. Een tweede les
En die sluit aan bij een vraag die net binnenkwam van Vishnu Bibat. Die zegt, ik maak me zorgen dat het kabinet de maatregelen te snel versoepelt. De R is nu onder de 1. Die is gisteren berekend op 0,91. Dus dat betekent dat één besmettelijk iemand minder dan één andere persoon besmet. Dus dan dooft het heel langzaam uit. Maar hij zegt, het kan ook weer zo boven de 1 komen. En let daarop. En dat is een tweede les, denk ik, dat we... En dat moeten we al nog heel precies bekijken, maar dat we in juni, juli te snel, wij, maar ook heel Nederland, het gevoel hadden, het is alweer bijna normaal. Niet helemaal het oude normaal, maar hey, misschien is dat virus al bijna weg. Er waren nog zo weinig mensen die besmet waren. En dat we weliswaar constant bleven zeggen, was je handen en anderhalve meter en alle andere zaken en meld je bij klachten. Maar dat er toch een gevoel ontstond, er kan weer veel meer. En je ziet dan in heel Europa, maar zeker ook in Nederland, want we hadden op een gegeven moment hele hoge aantallen, hele snelle toename van het aantal besmettingen, gelukkig nu ook een snelle afname. En dat is echt een les. Dus ook als wij nu nadenken, wat kan er dan misschien weer in december, zullen we ook daarna moeten kijken dat je niet de fout herhaalt door ineens te zeggen alles kan weer, maar heel precies te kijken in combinatie ook met aanvullende maatregelen, de horeca op andere sectoren, hoe je dat oplost. En daar nog een laatste punt op, want het gaat over de middelbare scholen van Ingeborg. Die zegt, het is daar heel druk. Hoe leg ik nou uit dat mijn dochter na school niet met klasgenoten wat kan doen? En op school zitten ze heel dicht op elkaar. Kijk, die scholen, die zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Dus je maakt ook keuzes daarin. Wat op een gegeven moment het OMT zei is, ja, misschien moet je toch wat beperkingen gaan opleggen in zo'n 2-weekspakket wat we nu hebben voor de bovenbouw van de middelbare school. Want dan zijn kinderen al iets ouder, zo 15, 16 jaar, 14, 15, 16, 17 jaar. Dan begint het ietsjes toe te nemen, het risico op besmettingen. Tegelijkertijd zijn die scholen zo belangrijk voor de ontwikkeling van onze jonge mensen, onze kinderen. Dus wat we toen gezegd hebben is, laten we die scholen wel open houden. Maar tegelijkertijd kijken wat je kunt doen om te voorkomen dat rondom die scholen er onveilige situaties ontstaan wat betreft corona. Dus daar zijn we nu heel erg aan bezig, dat niet mensen massaal naar de snackbar gaan, sowieso niet verstandig, of buiten de scholen te veel op elkaar klitten. Maar dat blijft natuurlijk altijd, ja, even een rotwoord arbitrair, altijd lastige afwegingen. Wat doe je wel, wat doe je niet? Maar echt de keuze die wij gemaakt hebben, Hugo, Arie Slob, die over het onderwijs gaat, ikzelf, maar eigenlijk met het hele kabinet is... Oké, misschien neemt het ietsjes toe het risico in die bovenbouw, maar toch nog heel beheersbaar. En hou die scholen zo lang mogelijk open. Dus dat is de argumentatie. Tot slot vraagt Tarek Abdulraham, waarom draagt meneer Rutte geen horloge? Ik vind het verschrikkelijk om dingetjes om te hebben. Ik moest even ook later vandaag nog zo'n das om, dus die heb ik even omgedaan. Maar horloges en zo, ik trek het niet, vandaar niet. En alle telefoontjes laten mij de hele dag zien hoe laat het is. Een goede vraag. Goeie vraag, hè? Ja, ik heb nooit durven vragen, want nee. Ik heb me altijd afgevraagd. Nee. Waarom draagt die man eigenlijk geen horloge? Nee, maar daar hebben we dus nee, wel dat, gewoon Tarek voor even, nodig. Om dat even op te helderen. Om dit probleem tussen ons op te lossen. Ja, mooi. Bedankt Tarek. Ja, bedankt. Ik ga naar Mieke. Want Mieke heeft de vraag, waarom is het vaccin de heilige graal, terwijl dit niet bewezen is? En daar ga ik gelijk een andere vraag aan koppelen, want die hoort daar een beetje bij. En dat is de vraag... Van Gies via Twitter. Vorige persconferentie werd gezegd, en we gaan nu ook iets vertellen over het perspectief. En vervolgens werd er geen woord over gezegd. Wanneer komt het kabinet nou eens met perspectief? Wat we denk ik tegen elkaar moeten zeggen is dat voor de korte termijn is het perspectief gewoon samen zorgen dat we dat virus eronder krijgen. Dat is precies ook wat we aan het doen zijn. En even, we zijn echt over die piek heen. We hebben de bocht met elkaar genomen. We hebben de daling ingezet. En dit moeten we gewoon eventjes vasthouden. En hoe beter we dat doen, hoe meer er ook weer mogelijk is. En voor de langere termijn moeten we natuurlijk kijken naar wat is dan eigenlijk het perspectief. En dan is het vaccin inderdaad onze allerbeste troef. Nog heel veel onzekerheden over, natuurlijk is dat zo. Maar echt onze allerbeste troef is dat vaccin. Maar dat is er ook niet zomaar. En als het er is, dan komt het in partjes geleverd. Dus dan zal het echt maanden duren voordat we heel Nederland hebben gevaccineerd. En daarom moet je ook kijken naar wat zou nog meer aan perspectief geboden kunnen worden. Nou, het tweede perspectief is natuurlijk innovatieve behandelingen. Ik was gisteren bij Sanguin, waar ze een geweldige plasmabehandeling hebben bedacht, ontwikkeld, immunoglobuline. Dat ook echt beschermend zou kunnen zijn voor met name hele kwetsbare patiënten. Patiënten van, die bijvoorbeeld een kankerbehandeling ondergaan en daarom een heel kwetsbaar immuunsysteem hebben. Misschien ook wel mensen in verpleeghuizen. En dat wordt nu, onderzocht of dat ook daadwerkelijk beschermend zou kunnen werken. Dus ook innovatieve behandelingen is echt een fantastisch perspectief. Zetten we volop op in. Maken we heel veel geld aan op en terecht, want dat zou ons ook kunnen helpen. En een derde perspectief wat we hebben, dat is heel veel meer gaan testen. Een testsamenleving noemen sommigen dat. Heel veel meer gaan testen, waardoor
we door dat vele testen ook de risico's proberen te verminderen en daardoor ook weer heel veel meer hopen te kunnen. En dit zijn eigenlijk de drie perspectieven voor de wat langere termijn. En voor de korte termijn zit er denk ik niks anders op dan ons gewoon heel goed aan die maatregelen houden en op die manier dat virus eronder zien te krijgen. Ja, maar... ja, dat zijn de perspectieven. Ja, Anja vraagt, waarom geen regionale maatregelen? Zij heeft een horecabedrijf in een klein dorp in Midden-Limburg. Zij zegt, in mijn gemeente zijn weinig besmettingen, nauwelijks besmettingen. En mensen en bedrijven houden zich goed aan de richtlijnen. Waarom zou je nou in zo'n regio niet beloond kunnen worden en onze bedrijven dan toch beperkt of helemaal open? Het is absoluut zo dat een regionale aanpak behoort tot de mogelijkheden. Simpelweg nu geldt dat het aantal besmettingen zo hoog is. Ik zei al, het mogen er eigenlijk maximaal 1200 per dag zijn. Ja, eigenlijk nul, maar wil je beheersbaar hebben, 1200 per dag. En we zitten nu ver boven de 4000. Weliswaar veel lager dan op de piek, maar nog steeds veel te hoog. Dus nu regionaal maatregelen nemen, daarvoor zijn in heel Nederland nog steeds de besmettingen te hoog. En sommige regio's doen het wat beter dan andere. Maar als het echt terugloopt, dan willen we ook in de routekaart die we hebben, het liefst ga je helemaal terug naar stap 1 weer, een beperkt aantal besmettingen. En dan kun je, als het toch gaat oplopen, regionaal zoveel mogelijk ingrijpen. Als het nodig is, ook nog wat landelijke zaken doen. Dus dat is één mogelijkheid dat regionaal kan werken. Alleen nu is het gewoon in heel Nederland helaas te hoog. Ook in Limburg trouwens. Hè. Limburg-Noord zit nu in zeer ernstig en Limburg-Zuid zit in ernstig. Dus het is gewoon te hoog. Tweede mogelijkheid voor regionale maatregelen hebben we overwogen voor deze week, maar hoeft er gelukkig niet. Als het zo hoog zou blijven in, wij vreesden toen, Rotterdam, Twente, rondom Dordrecht, hè, Zuid-Holland-Zuid, misschien West-Brabant. Het blijkt gelukkig ook daar allemaal terug te lopen, dus het hoefde deze week niet. Dan zou je naar een soort bijna volledige lockdown moeten in zo'n regio. Dat is ook een mogelijkheid om regionaal in te grijpen. Dus zowel in de allerergste fase kun je regionaal dingen doen in een paar regio's, als het echt weer verder onder controle is. Dus dat is eigenlijk hoe het daar zit. Dan was er een vraag, er komen verkiezingen aan en de maatregelen die we nemen, hebben die ook invloed op de verkiezingen? Er moeten alleen maatregelen nemen die nu nodig zijn om het virus te bespreiden en dat perspectief neer te zetten, hè, van hopelijk een vaccin, een medicijn of door middel van testen weer veel meer mogelijk te maken. Dat is het perspectief. Intussen moeten we maatregelen nemen die we moeten nemen. Mogen verkiezingen geen rol in spelen. Er is veel te doen de laatste dagen over discussie in het kabinet. Die is er. Het knettert soms flink. Maar dat is ook goed, want het gaat natuurlijk om echt hele complexe vraagstukken waarbij je echt elkaar de nieren moet proeven. En gelukkig lopen die discussies ook door de partijen heen. Het is niet zo dat één, de ministers van het CDA tegenover de ministers van D66 of de VVD staan. Nee, het loopt eigenlijk steeds door die partijen heen. En dat leidt tot, vind ik, betere besluiten. En maak me dus ook geen zorgen over, integendeel. Maar verkiezingen mogen hier geen rol spelen. Ga ik naar Jaap via Twitter. Die zegt, kunnen we niet beter heel kort, heel hard ingrijpen, zodat we daarna weer een aantal maanden naar normaal kunnen, in plaats van altijd half. Want de horeca dicht, eindeloos thuiswerken, weinig sociaal contact voor een langere periode, dat lijkt mij meer ingrijpend en niet vol te houden. Kijk, Jaap, we moeten gewoon alles doen wat nodig is om dat virus eronder te krijgen. En als het nodig is om heel hard in te grijpen, dan zullen we dat gewoon doen, want het kabinet aarzelt niet om welke maatregel dan ook te nemen die nodig is om dat virus eronder te krijgen. Maar je moet wel bij het nemen van maatregelen altijd goed afwegen, is dit de maatregel waarmee je het virus zo hard als mogelijk kunt raken, maar de economie en de samenleving eigenlijk zo min mogelijk. Dus die afweging hebben we keer op keer wel te maken. En er zit een beetje in je vraag ook verscholen van, als je nou eventjes heel strenge maatregelen neemt, dan kun je daarna weer maanden vooruit. Maar dat is waarschijnlijk ook niet zo. Hè? Dus je zult inderdaad maatregelen moeten nemen om te zorgen dat we de daling daadwerkelijk vast weten te houden en daadwerkelijk weer teruggaan naar dat risiconiveau 1, zoals de premier het zojuist toelicht. Maar als je daar eenmaal bent, zul je nog steeds behoorlijk wat maatregelen ook vast moeten houden om te zorgen dat we daar ook blijven. En zodra we ook maar weer eventjes pieken, gelijk weer erbovenop om het er weer onder te krijgen. Dus echt maanden zonder maatregelen, helaas zit dat er voorlopig niet in. Al werken we natuurlijk wel aan al die perspectieven zoals ik die zojuist heb genoemd. Dan heb ik een vraag van Sarah met een H via Instagram. Dat zou mijn dochter kunnen zijn, want die heet ook zo. Maar ze vraagt, waarom luisteren jullie niet altijd naar de adviezen van het OMT? Dat is dan weer niet. Klinkt dan weer niet als mijn dochter overigens. Nee, deze dorp is niet heel erg geïnteresseerd. Ja, of ze vindt dat misschien. Ja, dat zou... Ik ga het thuis vragen. Nou wil ik het ook weten. Ja.
Ja, kijk, wij luisteren eigenlijk heel goed naar de adviezen van het OMT. Omdat daar natuurlijk alle experts bij elkaar zitten die ons moeten adviseren. En ik denk dat het heel belangrijk is in zo'n, ja, in zo'n pandemie met een toch nog steeds een virus waar we heel veel ook niet over weten, om heel goed te luisteren naar experts. Het is niet zo dat het een wet van mede en persen is dat als er een advies komt van het OMT, dat we alles moeten overnemen. Dus heel soms wijken we ook wel af. Met een goede reden bijvoorbeeld. Nou, rondom die scholen bijvoorbeeld hebben we echt op een andere keuze gemaakt. Maar daar denken we heel goed over na, of het verantwoord is om af te wijken. Maar grosso modo nemen we eigenlijk altijd wel de adviezen van het Outbreak Management Team over, omdat het gewoon belangrijk is. Dan nog één vraag. Dat is de vraag van Jolande via Instagram. Waarom wordt er in Nederland niet voor gekozen om te behandelen met hydroxychloroquine? Mm. Super effectief. Hydroxychloroquine, Trump, zoals Trump het noemde, inderdaad. Hoe nog één keer? Hydroxychloroquine, ja. Ja, kijk, we hebben het gebruikt in Nederland, volop zelfs. En eigenlijk al helemaal in het beginfase. En dat is omdat natuurlijk in die beginfase artsen, behandelaars, ja, eigenlijk ook maar iets gingen proberen om te kijken wat werkt er. En dit was een van de medicijnen waarvan men dacht, misschien zou het kunnen werken. Dus onderzocht of het zou kunnen werken. Vervolgens ook internationaal heel veel studies over geweest. En de ene studie zei, nou misschien is het wel kansrijk. De andere studie zei, nou we vinden eigenlijk helemaal geen toegevoegde waarde. Maar, zei die studie dan ook, we vinden wel heel veel medische risico's die daar ook mee samenhangen. En toen is uiteindelijk is gezegd, nou dit is sowieso alleen maar in een onderzoekssetting te gebruiken. Dus sowieso niet door huisartsen of zo. Dus niet in de eerste lijn. Alleen maar in een onderzoekssetting in een ziekenhuis is het te gebruiken. En eerlijk gezegd is de communis opinio onder artsen op dit moment beter van niet. Sowieso vind ik, moeten politici daar nooit een opvatting over hebben. En dit soort behandelkeuzes, welk medicijn gebruik je wel of niet, moeten we echt aan artsen overlaten. Dat is echt niet aan politici. Klopt. Ja, een paar vragen zal ik kort doen. Jeroen vraagt waarom, of nemen jullie ook bij het maken van beleid de impact mee op de cultuursector? En Carlijn vraagt, het is vaak de culturele sector en de jongeren die de dupe zijn van maatregelen. Ja, we kijken iedere keer natuurlijk wat is de impact van maatregelen. Als het echt nodig is het aantal contacten en bewegingen te beperken, heeft dat natuurlijk meteen effect op de economie, op het geluk van mensen. Jonge mensen die bijvoorbeeld willen studie volgen en minder colleges volgen. Oudere mensen die vereenzamen. Of het risico daarop in ieder geval neemt dan toe. Mensen die thuis werken en dolgraag met collega's op kantoor werken. Dus het heeft echt impact. Dus die hele brede afweging, maatschappelijke sectoren zoals de cultuur, wat doet het voor jongeren, wat doet het voor ouderen, wat doet het voor geestelijke gezondheid, nemen we allemaal mee. Proberen we ook zoveel mogelijk dan weer maatregelen op te nemen. Maar het is onvermijdelijk dat die impact er is, dat dat gevolg er is. Want het is natuurlijk niet normaal om niet gewoon met elkaar te knuffelen als je wilt, handen te schudden, normaal met elkaar om te gaan. We doen natuurlijk iets abnormaals nu vanwege dat virus. Maar het kan helaas even niet anders. Anne wil Justin en anderen zeggen, is de aanpak nou vergelijkbaar met, heb je overwogen de aanpak van Zweden? Kijk, Zweden heeft aanvankelijk veel minder gedaan dan andere landen. Nederland heeft met de intelligente lockdown vergelijkbaar geacteerd met andere landen in Europa. Zij dat wij niet de hele economie dicht hebben gezet, zoals in Spanje en Frankrijk, en je ook geen briefje hoeft om naar buiten te mogen. Maar toch wel behoorlijk het aantal contacten en bewegingen beperkt in die periode, maart, april, mei. Zweden deed dat veel losser. Inmiddels zie je wel dat ook in Zweden echt strenge maatregelen worden getroffen, omdat daar de aantallen besmettingen echt oplopen. Dan de vraag van, even kijken, waar had ik hem hier? Ja, Luc, Jan via Instagram. Hoe houden jullie de moed erin terwijl er veel mensen steeds meer complottheorieën geloven? Ja, ik denk dat dat wel meevalt eerlijk gezegd. Er is natuurlijk een aantal mensen die kritisch zijn op ons beleid. Nou, daar moet je gewoon mee in gesprek. Dat zijn mensen die niet zeggen het virus bestaat niet, maar die zeggen we zijn het niet met alles eens. Sommige keuzes die jullie maken, zoals ook hier kritische vragen voorbij komen die we beantwoorden. Dat is prima. Dat gesprek moet je aangaan. En mogelijk moet je ook gewoon zeggen, zoals met die routekaart, ja, klopt, we hadden niet voorzien in zo'n 2-weekse versnelling, had er eigenlijk in moeten staan. Dan was het voorspelbaarder geweest. Die gaan we er nu alsnog inzetten. Zo leer je ook van elkaar. Je moet openstaan voor kritiek. En mensen die echt ontkennen dat het virus bestaat, dat is niet echt een grote groep. En daar is het lastig natuurlijk om mee gesprek te voeren. Maar ik denk dat je vooral moet kijken naar die veel grotere groep mensen die
op zich gezegd, er moeten maatregelen volgen, maar die waar daar opvattingen over hebben, ja, dat is toch alleen maar gezond in een democratie. Laten we dat gesprek met elkaar voeren. En dan even naar Hugo. Misschien twee vragen die jij ook kan oppakken. Eentje is, kan het leger hulp bieden? Volgens mij, maar dat weet jij preciezer dan ik, helpt het leger op een paar plekken? Misschien kan iets over zeggen. Ja. En een tweede is, hoe gaan wij om met kritiek na de persconferentie? En dan wil ik één ding zeggen. Na zo'n persconferentie ga ik naar huis of wat anders doen. Maar deze man moet dan nog met ambtelijk VWS werken aan een brief aan de Kamer. Ja. En ik kwam er laatst eigenlijk achter dat hij soms wel tot 12 uur, 1 uur 's nachts nog bezig is die brief af te ronden. Ja. Dus jij komt er helemaal niet toe aan die kritiek. En ik kijk er natuurlijk wel naar. En ja, ook daar leren we van. Toch, Hugo? Daar leren we van. Dus ga even in op opbouwende opmerkingen van de omgeving. Nee, maar dat is, daar en, het leger. Daar leer je geweldig veel van juist. Dus inderdaad, op die dinsdagavond typen wij vaak inderdaad nog de brief van de Kamer. Wij als VWS. Ik ben dan thuis. Ja, precies. Inderdaad. Ja. Gelukkig met heel veel mensen op VWS en met andere departementen maken we de brief van de Kamer af. En dat is belangrijk, omdat we natuurlijk de volgende dag met de Kamer dan vaak moeten debatteren over de maatregelen die we dan hebben aangekondigd. En het is natuurlijk wel belangrijk dat de Kamer dat ook goed kan teruglezen. Nou, dat zijn dikke brieven. Vaak wel een kantje of 70 hebben die. In ieder geval vaak meer dan 50. Dus dat zijn dikke brieven, dus daar moet goed aan geschreven worden. En dat doen we vaak op zo'n avond. Het leger, ja, dat leger zetten we gelukkig heel veel in. Op dit moment is het leger volop betrokken bij het uit de grond stampen van die XL-teststraten. Zo'n 1000 militairen zijn daarbij betrokken, nogal meer geloof ik. Soms helpt het leger in een teststraat van de GGD, soms helpt het leger bijvoorbeeld in een verpleeghuis. Ja. Dus het leger helpt volop, in een ziekenhuis ook, volop. Het leger heeft natuurlijk ook gewoon medische mensen in dienst en daarnaast is het leger geweldig goed in logistiek. Dus we leunen met ons volle gewicht op wat Defensie voor ons betekent, dat is echt fantastisch. Ank Bijleveld, bij deze, bedankt. Een vraag van Demi. Wat doen jullie thuis voor activiteiten om verveling te voorkomen? Mm. Nou, zijn we niet zo heel veel thuis. Wat doe jij om verveling te voorkomen? Ja, ik heb gewoon veel hobby's waar ik gewoon te weinig aan toe kom. Ik ben dol, los van een beetje sporten, ben ik ook dol op lezen, muziek maken, muziek luisteren. Dus dat doe ik wel in mijn vrije tijd. Nou, jij hebt natuurlijk ook nog een druk gezinsleven erbij. Dus iets leuks met de kinderen vind ik altijd mooi om te doen. Dus niet echt om verveling te voorkomen. Een hele leuke vrouw en hele leuke kinderen. Zeker. Kan ik hier bevestigen. Absoluut. Ja. Ik sport natuurlijk, probeer ik te doen. Ik probeer tijd te hebben voor muziek, maar dat is helaas heel veel minder dan ik eigenlijk heb. En iedere avond, zo net voor het slapen gaan, even op Netflix. Toch? Dat is altijd de Crown komt eraan, hè? Vierde serie. Ja. Dus allemaal, dus half Netflix hebben leeg gekeken inmiddels. Misschien op dus dat, maar niet echt om verveling te voorkomen, maar omdat je ook af en toe nog iets anders moet doen dan werken. Misschien op dat punt eentje ook voor ons samen. Waarom werken wij niet meer thuis? En ik begrijp die vraag heel goed. Het is natuurlijk zo dat sommige vergaderingen echt vertrouwelijk zijn, zoals de ministerraden en de onderraden van de ministerraad. En veiligheidsoverleggen, die moet je echt fysiek doen. Maar het is wel zo dat heel veel dingen ook zijn teruggeschaald. Veel werkbezoeken gaan online. Ik heb sinds maart 1 keer voor de zaak, voor de overheid uit mijn werk gevlogen. En dat was een avondje heen en weer naar Berlijn. Terwijl je normaal gesproken heel veel buitenlandse reizen hebt. Gisteren was er een grote conferentie in Europa met de Fransen, Duitsers en Oostenrijkers over terrorisme. Dat was online, met ook de persconferentie online. En normaal gesproken zou je dan naar Parijs, Wenen of Berlijn zijn gevlogen, of ze waren hier gekomen. Dus in die zin zie je ook wel dat wij echt wel bezig zijn om het werk terug te brengen. Wat betreft fysiek hier zijn en zeker ook de ministeries zijn een stuk leger. Hè. Je kunt af en toe een kanon afschieten omdat mensen thuis aan het werken zijn. Absoluut, absoluut. Ik ga naar Nelleke via Instagram. Waarom communiceert het RIVM het aantal positieve testen en niet het percentage? Nou, het RIVM communiceert inderdaad iedere dag het aantal mensen dat positief getest is. Dat is belangrijk, want zo kunnen we de besmetting in de gaten houden. En zo weten we dus ook dat het aantal mensen dat besmet is daalt op dit moment. Dat is heel fijn. Maar wat we daarnaast doen, is ook goed in de gaten houden wat is het percentage positieve testuitslagen eigenlijk op het geheel. En dat publiceert het RIVM wekelijks. Dus we doen het eigenlijk allebei. Dan zegt Erik via Twitter, is het nou niet verstandig om zolang er nog geen vaccin is volop in te zetten op testen met sneltesten? Concreet voorbeeld, een concert of een voetbalwedstrijd mag je bezoeken als je verplicht bent thuis een sneltest hebt afgenomen en negatief getest bent. Zo niet, thuis blijven. Nou weet je, dit is natuurlijk, Erik, waar we volop over nadenken. Want wat zou het fantastisch zijn als het zo zou kunnen werken? Nou is er een heel plan wat wij hebben gemaakt samen met VNO-NCW. VNO-NCW heeft trouwens vorige week ook nog een eigen nieuw plan gepubliceerd, waar ik ook met veel interesse naar kijk. Omdat we eigenlijk willen, weer veel meer mogelijk zouden willen maken
met sneltesten. Het punt is nog wel dat er een paar praktische dingen aan zitten. Dat is namelijk wie gaat die sneltesten afnemen. Want voor zelfafname zijn ze vooralsnog niet geschikt. Komt wel hoor trouwens, dat hoop ik zeker dat dat wel komt. Of op zijn minst begeleide zelfafname. Het tweede praktische puntje is die antigentesten. Dat zijn eigenlijk de sneltesten waar er het meeste van voorhanden zijn. Die antigentesten die zijn vooralsnog, als je geen klachten hebt, nog niet gevalideerd. Dat wil zeggen, ze zijn nog niet voldoende betrouwbaar gevonden om daadwerkelijk te kunnen gebruiken. Er worden allerlei onderzoeken op dit moment gedaan en ik hoop op hele korte termijn daar ook echt de uitslagen van te krijgen. Want wat zou het fantastisch zijn als het zo zou kunnen werken, dat je door heel veel meer te testen ook weer heel veel meer mogelijk kunt maken. Dat is wel onze inzet in ieder geval. Dus daarom breiden we de capaciteit ook geweldig uit. Zowel de capaciteit bij de GGD, hè, met die XL-locaties, breiden we heel erg uit. Daarnaast zijn we volop bezig om met werkgevers ook te kijken. Zouden werkgevers ook een eigen snelteststraat bijvoorbeeld in kunnen richten? Dus dat willen we mogelijk maken. Ja, en die zelfafname, ja, dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn als dat ook, dat zal niet op hele korte termijn zijn, maar als dat ook tot de mogelijkheden behoort. Of begeleide zelfafname, dat zou fantastisch zijn. Eén vraag komt net binnen van Jolien. Die is 7 via Facebook. Mm. Hey, hoe kan dat eigenlijk? Jolien, hoor jij niet op school te zitten? Ik was laatst, liep ik hier naar buiten. Ja? Stonden er twee jongetjes voor de deur. Ik denk van 6 en 8. Meneer, wanneer is de volgende persconferentie? Ik zeg, hoe oud zijn jullie? Nou, 6 en 8. Maar ze volgden dat heel precies. Leuk, hè? Ja, echt waanzinnig. Ja, dat hoor je van heel veel. Ook hoe het Jeugdjournaal er heel veel aandacht aan besteedt. Maar Jolien heeft wel een belangwekkende vraag. Want die wil namelijk weten of de Pieten met deze huidige regels nog wel cadeautjes mogen komen brengen. Goede kwestie. En weet je, Jolien, ik denk, hier gaat Sinterklaas en de Pieten gaan hier absoluut een oplossing voor bedenken. Ja. Want ja, die cadeautjes moeten natuurlijk wel gewoon doorgaan. Er gaat al zoveel niet door dit jaar. Die dat doen ze al 700 jaar. Hè? Daarom. Dus al 700 jaar zijn ze omgegaan met lastige problemen. Die laten zich niet zomaar door een virus van die uit... Pieten en van Sinterklaas. Daar gaan ze een oplossing voor bedenken. Ja, absoluut. Ben ik van overtuigd. En anders gaan wij helpen. Helpen, absoluut. Ja. Vraag bij mij was, waarom hamert u niet veel meer op goede ventilatie? En waarom hebt u Maurice de Hond niet opgenomen in het Outbreak Management Team? Een vraag van Are V via Facebook. Nou, het OMT adviseert natuurlijk over de hele medische kant van de crisis. En daar zitten de mensen in die echt heel erg op dat terrein deskundig zijn. Of daar aanpalend deskundig zijn, kindergeneeskunde. Of hoe ga je om met ziekenhuiscapaciteit, IC-capaciteit, dat type deskundigheid. Het is wel zo dat zij verschillende adviezen nu hebben gegeven over ventilatie. In het kader van deze zomer zijn er ook lessons learned getrokken. Wat was er lessen getrokken uit de aanpak in de eerste maanden? Daar is ook met heel veel deskundigen gesproken, ook met Maurice de Hond. Ik ken hem goed en ik weet dat hij nog niet tevreden is over wat we doen. Maar het is typisch iemand die helemaal niet twijfelt aan het virus, maar wel kritisch is over wat wij doen. En juist met die groep wil ik een gesprek aan. Het lukt me niet altijd zelf of Hugo zelf, maar ook ambtelijk en ook door de deskundigen. We zoeken zoveel mogelijk contact met de mensen die er iets van vinden. Die zullen niet altijd enthousiast zijn omdat we alles meteen overnemen. Maar dat gesprek voeren, daar lessen uittrekken, dat is ontzettend belangrijk. Dan vraagt Politie Nieuws Nederland via Instagram waarom na 8 uur geen alcohol, maar voor 8 uur kunnen ze het dan toch kopen. Ja, dat klopt natuurlijk. Dat blijft natuurlijk altijd lastig met die afwegingen. We hebben ook zo'n hele discussie gehad over de avondklok. Als we zo'n extra pakket hadden moeten maken voor een paar regio's, wel of geen avondklok. Dat zijn ook hele gevoelige thema's. Het lastige hierbij blijft natuurlijk dat je niks kunt uitsluiten op voorhand. Ik wil ook geen avondklok, maar ik wil ook niet dat de cafés en de restaurants dicht zijn. En de theaters nu een paar weken dicht zijn. Maar we hebben gewoon de luxe helaas niet met dat oplopend aantal besmettingen, nu gelukkig weer dalend, om daar dingen uit te sluiten. En met die alcohol, ja, in ieder geval probeer je daarmee te voorkomen dat mensen op het laatste moment gaan kopen en dan in parken dat met elkaar gaan zitten opdrinken. Dan had ik hier nog eentje waarvan ik dacht, Adriana via Instagram. Kunnen jullie stoppen met dringend adviseren, maar opleggen, handhaven? Eens, kijk, het je handen stuk wassen en 1,5 meter afstand houden, en zeker die handen stuk wassen, is natuurlijk een dringend advies. Je kunt niet met handhaving kijken of mensen hun handen stuk wassen, dat wordt ingewikkeld. De 1,5 meter kun je al wat beter handhaven. Zeker ook door buiten het aantal groepjes kleiner te maken. Dan kan de politie, als mensen echt aan het klitten zijn, kunnen ze daar ook eerder zeggen, joh, stop daarmee, in het ergste geval ook een boete opleggen. Maar daarnaast, en natuurlijk heel veel maatregelen die we nemen, die dwingend worden opgelegd. De sluiting van de horeca of nu voor een paar weken van theaters en bioscopen, dat zijn natuurlijk echt opgelegde maatregelen waarmee je uiteindelijk wil bereiken, dat is het doel van al deze dingen, dat het gedrag verandert, waardoor we
met elkaar dat virus bestrijden. En dan blijft natuurlijk gelden. Wees niet die eigenwijze Nederlander die denkt, ik zoek de randen wel even op van wat er kan. Maar wees die verstandige man of vrouw die zegt, joh, en ik ga ook anderen daarin stimuleren dat ook te doen. Laten we met elkaar de schouders eronder zetten. Dat is natuurlijk toch de keus die we allemaal hebben. Ja, daar sluit wel aan bij de vraag van Wandena Philip via YouTube. Hoe zit het eigenlijk met de verplichting van de mondkapjes en wanneer gaat die eigenlijk in? Nou, binnen enkele weken. Er was natuurlijk eerst een wet voor nodig, maar die wet is aangenomen. En vervolgens moet er, zo werkt dat, een ministeriële regeling worden gemaakt die gekoppeld is aan die wet. Nou, daar zijn we mee bezig. En die gaan we dan eerst nog aan de Kamer laten zien. Als de Kamer ermee akkoord is, dan gaan we dat doen. Dus binnen enkele weken is het zover en dan inderdaad kan ook worden gehandhaafd. En overigens, tot die tijd geldt een dringend advies. En even in aanvulling op wat Mark daarover zegt. Kijk, een dringend advies is wel gewoon een advies om je aan te houden. In discussie gaan met die dringende adviezen. Weet je, dat virus is helemaal niet vatbaar voor discussie. Dus als de GGD zegt dat je in quarantaine moet, dat je gewoon met je kont op de bank moet gaan zitten, moet je dat gewoon doen. In de opvoeding worden ook dringende adviezen gegeven. Die moet je ook gewoon doen. Als je de straat oversteekt, is het dringende advies. Kijk eerst naar links, kijk dan naar rechts, kijk dan nog een keer naar links en dan kun je oversteken. Ja, je kunt je er ook niet aan houden, alleen dat loopt vaak slecht af. Dus doe dat nou wel. En zo werkt het eigenlijk ook met dringende adviezen. Dus ja, we moeten inderdaad uiteindelijk ook gewoon kunnen handhaven. Daarom gelden ook straks gewoon wettelijke verplichtingen. Maar dringende adviezen zijn er ook gewoon om gewoon op te volgen. Ja. Dan een andere vraag van Luc via YouTube. Waarom wordt er zoveel geld uitgetrokken om corona te tackelen en niet voor andere ziektes? Wat maakt corona nou zo belangrijk? Kijk, weet je, Luc, corona is een nieuw virus met enorme gevolgen, met hele ernstige gevolgen ook. Heel veel mensen worden ziek, wereldwijd worden heel veel mensen ziek. En het is eigenlijk niet echt een keuze van of-of. Dus ja, we zullen wel moeten, we moeten dit virus eronder krijgen, want het virus er niet onder krijgen. Als je het hebt in termen van geld, en ik vind het eigenlijk minstens zo belangrijk en zeker eigenlijk belangrijker, zeg ik daar eerlijk bij, om te kijken naar de gezondheid van mensen. Maar zelfs al zou je er alleen maar economisch naar kijken, is de beste keuze die je kunt maken, is al je geld zetten op het eronder krijgen van het virus. Ja. Omdat we anders met elkaar gewoon niet terug kunnen naar het oude normaal. En dat willen we denk ik wel allemaal heel graag. Dus, maar het is geen keuze of je het wel of niet doet. Maar het is ook niet echt een keuze of-of. Want we geven natuurlijk überhaupt heel veel geld uit in Nederland aan zorg. En volgens mij vinden we dat allemaal heel belangrijk om dat ook te blijven doen. Dan, wanneer komt er eens aandacht voor de verspreiding via aerosolen, zegt Esther, via Facebook. Dat wordt in andere landen erkend en wordt door steeds meer studies bevestigd. Nou, dat doen we natuurlijk in Nederland ook. Dus we kijken heel goed naar het internationaal onderzoek. En het RIVM dat ons adviseert en het Outbreak Management Team dat ons adviseert, zegt al tijden, er vindt ook aerosolenverspreiding plaats. En dat is ook helemaal de stand van de internationale wetenschap. Dus ook ECDC en ook de WHO zegt, er vindt ook aerosolenverspreiding plaats. Dus niet alleen via grote druppels, maar ook via microdruppeltjes. Allebei. Alleen welke bijdrage aerosolenverspreiding levert, dat is niet helemaal bekend. En het is in ieder geval niet de hoofdverspreidingsroute. En hoe weten we dat? Nou, anders hadden we met de maatregelen zoals we die hebben genomen, dat virus er nooit onder kunnen krijgen. En dat is wel gelukt. En daarom weten we dat het weliswaar een rol speelt. Hoe groot de rol is, dat weten we niet. Maar met name de wat grotere druppels, die spelen de grootste rol in de verspreiding. Dat weten we. Ja. Nou, nog misschien kort een paar vragen. We gaan zo richting 12 uur inmiddels. Eén daarvan gaat over de horeca steunpakket. Nou, ik zei al, ik zit vanmiddag ook nog met Koninklijke Horeca Nederland hier aan tafel. En natuurlijk verschrikkelijk wat zij nu moeten doormaken. Er is een steunpakket met financiële regelingen. Dat gaat dan vooral over salarissen, dat gaat over vaste lasten. En daarbovenop is er een subsidieregeling om te zorgen dat we helpen bij de voorraad- en aanpassingskosten. Dan is er ook nog een speciale regeling die we proberen te maken, of een argument eigenlijk, om te kijken als bedrijven wat langere tijd moeten stoppen, in een soort winterslaap moeten, dat ze, als ze levensvatbaar zijn, niet onnodig failliet hoeven te gaan. Zo zijn we een hele hoop dingen bezig en we praten ook met de sectoren erover. De vraag was ook bij de horeca waarom niet tot 5 uur open bijvoorbeeld, of terrassen toestaan, kijk naar Kopenhagen. Ja, weet je, ik hoop van harte dat dat soort dingen misschien weer een keer kunnen. Ik weet niet of het dat is of iets anders, maar je wil natuurlijk weer dingen verruimen. Maar met de enorme hoge aantallen die we hadden in Nederland, echt boven de 10.000 per dag, dat was zo hoog en dat bleef ook maar exponentieel stijgen. Dus als een hockeystick omhoog gaan, moesten we helaas ook deze ingrijpende maatregelen nemen en konden we dat niet beperken tot bepaalde tijdslotten. Esther vraagt, dit was trouwens een vraag van Rachel, Esther vraagt via Instagram,
Wanneer je een mondkapje draagt, moet je dan de 1,5 meter afstand houden? Ja, altijd die 1,5 meter. Uiteraard in het openbaar vervoer lukt dat niet altijd. Dus daarom heb je daar al langer een mondkapje. Maar in de rest, overal, de 1,5 meter is de hoofdregel. En dat mondkapje helpt ook weer een beetje extra in het niet verspreiden van het virus. En Kevin vraagt via Instagram tot slot, hoe kan het dat nog steeds te druk is in de winkelcentra? Waarom luisteren ze niet? Ja, daar wordt ook heel veel gedaan. Afgelopen vrijdag hebben Wouter Koolmees en Erik Wiebes van Sociale Zaken en Economische Zaken gepraat met alle grote bedrijven in Nederland en de middelgrote bedrijven die kantoren hebben van joh, probeer nou nog meer mensen thuis te laten werken. Maar ook met de hele detailhandel, de grote en de kleinere winkels. Laten we ervoor zorgen dat het echt minder druk wordt. En ook hier nog een keer het verzoek. En dat is opnieuw eigenlijk geen verzoek, maar een advies waarvan Hugo net terecht zei. Zo'n advies moeten we echt met z'n allen opvolgen. Winkelen is niet fun nu, helaas. En fun shop met het hele gezin kan niet. Dus maak er geen uitje van. En doe het echt alleen. Daarmee voorkom je ook dat dat weer plekken worden waar mensen te veel tegen elkaar opbotsen. Nou, dat gezegd hebbend wil ik jullie ontzettend bedanken. Er zijn heel veel vragen die we niet hebben kunnen beantwoorden. Maar we gaan dit gewoon weer een keer doen, ergens de komende weken. Zien we jullie weer terug. En ook alle andere mogelijke manieren zijn we met elkaar in gesprek. Maar echt jongens, belangrijk, de adviezen, volg ze op. Houd je aan de regels, dan kunnen we zo snel mogelijk weer proberen een beetje normaler te gaan doen. En uiteindelijk hoop je echt een vaccin, een medicijn of ja, dat massaler testen, dat perspectieven gaat bieden op de wat langere termijn. Daar werken we vreselijk hard aan. Maar we moeten echt met z'n allen nog even de schouders eronder zetten. En ik weet dat het moeilijk is. Ik vind het zelf ook lastig. Al onze levens zijn nu anders dan hiervoor. Dat raakt ons allemaal. En sommige mensen heel heftig. Mensen die ziek zijn, mensen die eenzaam zijn, studenten. Dat realiseer ik me. We proberen echt alles aan te doen om het zo snel mogelijk onder controle te krijgen. En in de tussentijd iedereen te ondersteunen en elkaar daarin te ondersteunen. Doe dat ook. Hè. Blijf naar elkaar omzien. Hugo, wil jij nog misschien ook tot slot iets zeggen? Ja, absoluut. Kijk, dat naar elkaar omzien is denk ik echt nog wel even nodig, hoor. Want ik zie heel veel vragen, zie ik ook helaas, die we niet allemaal hebben kunnen beantwoorden. Maar die gaan over, ja, maar wanneer kunnen we nou weer terug, hè, naar ons oude normaal? Wanneer zit er nou weer iets van perspectief in? We zijn het allemaal een beetje zat aan het worden, hè, toch? Ja, ik wel in ieder geval. Ja, helemaal, zijn het ongelooflijk zat. Ik wil gewoon naar de kroeg kunnen. Ja, maar ja, het punt theater, is, het is ja, gewoon met je vrienden eventjes afspreken op grote schaal. Ja, ja, maar punt is, we zitten echt hier echt nog wel eventjes in. Ja. En waar we onszelf voor nu gewoon het allerbeste mee helpen, is ons gewoon heel goed aan de maatregelen houden. Gewoon die maatregelen in acht nemen. Niet in discussie proberen te gaan met het virus, maar je er gewoon aan houden. En dan lukt het ook om met elkaar dat virus eronder te houden. En dan kunnen we ook weer heel erg veel meer. En we werken volop aan dat perspectief van een vaccin. Aan die innovatieve behandelingen die ons gaan helpen. Aan het heel veel meer kunnen testen, waardoor er weer heel veel meer kan. Ja, dan hopen we wel weer een beetje in ons oude normaal te komen natuurlijk. In het volgende jaar. En daar werken we heel erg hard aan. En ik heb nog één vraag die ik te mooi vind om niet te beantwoorden. Omdat ik ook wel benieuwd ben hoe jij die zou beantwoorden. Julia die vraagt via Instagram, wat is nou het eerste wat jullie gaan doen? En volgens mij moeten we allemaal die vraag willen beantwoorden. Wat is nou het eerste dat jullie gaan doen op de dag dat we weer helemaal het oude normaal hebben? Hoe zou jij hem beantwoorden? Wat ik het meeste mis eigenlijk zijn gewoon die niet dat ik dat nou zo heel vaak deed, maar ik vind het wel eens leuk om gewoon naar een dancefeest te gaan of naar een popconcert, weet je wel. Dat je gewoon in zo'n bomvol stadion zit, een U2-concert of inderdaad, ja. We hebben natuurlijk in Nederland die beste DJ's van de wereld en we hebben die grote dancefestivals. En als je daar wel eens beelden nu van ziet op internet, of klassiek, ik hou ook van klassieke muziek, klassieke concerten, je ziet een bomvol concertgebouw, dat gewoon weer kan. Dat je niet een concertgebouw hebt waar 2200 zitplaatsen zitten met de mooiste akoestiek ter wereld, meer dan 125 jaar oud, waar nu 30 mensen, nou, nu helemaal niemand even, maar normaal dan nu 30 mensen zaten. Dat weer kan en dat je weer die buzz voelt, dat je dan met z'n allen bent en iets bijzonders meemaakt. Dat ja, mis ik enorm. Absoluut, ja. Ja, het is moeilijk kiezen, hè? Want je wilt weer zo ongelooflijk veel. Maar een jazzconcert lijkt me geweldig om weer eens heen te gaan. Inderdaad, lekker vol samengepakt zaaltje. Goede jazz, dat lijkt me heerlijk. Naar het stadion. Met mijn zoontje naar het stadion lijkt me fantastisch. Naar Ajax wedstrijd toch voor jou? Nou, ik denk dat het Feyenoord wordt. Maar tegen Ajax, helemaal geen punt. Volle Kuip tegen Ajax, heerlijk. Maar het eerste is toch wel gewoon de mensen weer omhelzen die je al zo lang niet hebt kunnen omhelzen, toch? Mijn ouders omhelzen, dat lijkt me fantastisch om weer te kunnen doen. Zo met je eens. Ja, zo met je eens. Ja. Ja. Dit is niet normaal, jongens. Nee. Dus laten we hopen dat het snel
van deze ellende af zijn. Maar in de tussentijd, blijf even scherp. Dank jullie wel. Tot volgende keer. Dank je wel.